You know. Adjossi Roy, wakaboom! Voor het huis van overleden politicus en radiomaker Roy Ristey verzamelden zich gisteravond enkele tientallen vrienden en familieleden. Precies een half jaar geleden overleed Ristey op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een COVID-besmetting. Om hem en zijn daden voor de stad te herinneren, werd er gisteravond een herdenkingswandeling door Zuidoost gelopen. Het is voor mij een zeer emotionele dag. Het ziet er niet naar uit, maar het is wel zo. Het is voor mij zeer emotioneel, maar ik hou me in. Hij was de informele burgemeester van Nederland, Suriname en de Antillen. De tocht had eigenlijk in december al moeten plaatsvinden, maar kon toen door de coronamaatregelen niet doorgaan. Ristey werkte lange tijd in de media als presentator en was 8 jaar raadslid voor D66 in Zuidoost. Hoogtepunt was dat wij van een wijk die een no-go area was, Holendrecht, een wijk hebben kunnen maken waar het weer fijn is te vertoeven. En een dieptepunt? Nou, die ken ik eigenlijk niet. Waren geen dieptepunten in Zuidoost? Nou, niet dat ik dat weet. Laat me het zo zeggen, ik zie in elke ontwikkeling een kans. Met deze positieve houding wist Ristey in zijn leven veel mensen te inspireren. Onder wie zijn eigen zoon. Het was altijd een voorbeeld voor mij als het gaat om verbinden, mensen verbinden. Maar ook mensen in hun kracht zetten, mensen de gelegenheid te geven om te kunnen zijn wie ze willen zijn. En niet wat wij willen dat ze moeten zijn. Ik heb Roy 10 jaar geleden leren kennen. En 5 jaar later kreeg ik iets met zijn dochter. En hij heeft gelukkig mogen meemaken dat we zijn verloofd. En hij wordt iedere dag gemist. De tocht eindigde in het Brassapark, dat zijn naam aan Ristey te danken heeft. Brassa betekent omhelzing en dus werd de ceremonie passend afgesloten. Brassa,